bloesembloem een aftreksel maakt in gedestilleerd water. Want we gaan daarna, gaan we natuurlijk met de olie die nu steeds staat te trekken, gaan we daar zo een crème maken. En ik wil die crème wil ik maken met gedestilleerd water. Je kan er ook voor kiezen om dan in plaats van gedestilleerd water, om dan alcohol te gebruiken. Om dan dus een tinctuur te maken van de lindbloem, van de goudsbloem. In een andere video laat ik je zien hoe je die tinctuur dan maakt. En die tinctuur kan je dan ook gebruiken als bijvoorbeeld een soort jodium. Maar die tinctuur kan je dan ook in je crème verwerken. Maar ik kies er bij deze crème die we dan morgen gaan maken, kies ik ervoor om gedestilleerd water te gebruiken. En ik wil dus dat ook het gedestilleerde water geneeskrachtig is. En zoals je weet zitten er in de lidbloemen van goudsbloem ook slijmstoffen. En slijmstoffen zijn niet oplosbaar, oftewel nauwelijks oplosbaar in olie. En om dan toch die slijmstoffen in onze crème te krijgen, omdat slijmstoffen zijn juist heel verzachtend voor de huid, ga ik dus nu gedestilleerd water gebruiken. Hiervoor heb je nodig 1 gram gedroogde lindbloemen. Dus alleen maar de lindbloemen van de goudsbloem. Zonder de omwindselblaadjes, dus alleen de lindbloemen. En natuurlijk weer een gesteriliseerde pot. En 50 milliliter gedestilleerd water. Goed, nou wat doen we dan? Dan gaan we natuurlijk eerst gedestilleerd water gaan we in de pot doen. 50 milliliter. Dat is niet zoveel. Zo. En daar gaan we dan de lindbloemen bij doen. 1 gram lindbloemen. Zorgen dat alle lindbloemen onder het water is. Nou, waarom kies je ervoor om gedestilleerd water te gebruiken in plaats van gewoon water? Omdat als je dit maakt met gewoon water, dan is het ontzettend bederfelijk. Dan wordt je eindproduct bederfelijk. En dan moet je eigenlijk dat product in een koelkast bewaren. En gedestilleerd water is eigenlijk niets anders dan een hydrolaat zonder plantmateriaal. En ja, en dan daardoor wordt je eindproduct wordt gewoon zeker een jaar houdbaar. Dus vandaar dat ik ervoor kies om al het gedestilleerd water te gebruiken in plaats van gewoon normaal water of bronwater. Nou, dit zorgt dus voor dat alle lindbloemen goed onder het water zitten. Sluit je het af met een deksel. En dit zet je dan 24 uur in het licht, maar niet in direct zonlicht. En dan na die 24 uur, dan gaan we het zeven. In deze video heb ik je laten zien hoe je een aftreksel maakt van de lintbloemen van de goudsbloem in gedestilleerd water. In de volgende video gaan we hier weer mee verder. En dan gaan we van het gedestilleerde water en de olie die we hebben gemaakt en nu nog staat te trekken, gaan we een geneeskrachtige crème maken. Wil je deze video's niet missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal Plantenliefde. Hele fijne dag vandaag en tot de volgende video. Doei!